Pepijn, gefeliciteerd. Vandaag hebben we jouw naam opgehangen aan de Hall of Fame. Hoe voel je je nu? Ja, dankjewel. Ja, ik ben er erg blij mee. Het is een hele eer om in de Hall of Fame te hangen. Het is mijn allereerste. En om dan tussen de namen te hangen die daar hangen en de prestaties die je erbij ziet. Ja, het is heel bijzonder om daar zelf ook tussen te hangen nu. Oké. Ja, bedankt. Als atleet combineer jij topsport en studie. Dat doe jij op een hele knappe manier. Vandaar dat je ook deze plek op de Hall of Fame hebt gekregen. Kan je wat meer vertellen hoe je die balans tussen sport en studie goed houdt? Ja, voor mij is het erg belangrijk om ook een studie te volgen naast mijn sportcarrière. Want uiteindelijk houdt het de sport een keer op en zul je aan de bak moeten, ook maatschappelijk. Het is vrij lastig om het goed te kunnen combineren, maar dankzij een hele goede planning kan ik het wel goed combineren. En ik krijg alle steun vanuit de universiteit om het goed te combineren. Zonder die steun had het zeker niet gekund. En nu kan ik heel flexibel mijn studie volgen en dat is heel fijn. Okay. En wat doet de universiteit dan voor jou? De universiteit maakt voor mij mogelijk om tentamens eventueel op andere datums te maken. Ik ben heel vaak in het buitenland als er tentamens zijn. En dan krijg ik een andere kans om te maken of kan ik een mondeling tentamen maken. Of een schriftelijk tentamen maar op een andere datum. En daarnaast krijg ik de mogelijkheid om een groepen te kiezen als allereerste. Of als een groep vol zit kan ik er alsnog bij komen. En is het altijd wel heel flexibel om zaken te regelen en kunnen colleges worden opgenomen. En sinds een jaar doe ik ook voortaan flexstuderen, waardoor ik specifiek alleen collegegeld hoef te betalen voor de vakken die ik volg. En dat is heel fijn, want in principe je kan betaalt normaal voor 10 vakken en nu ik doe maar 4 vakken en dat is toch een heel verschil. Ja. Oké, dankjewel. Ja, graag gedaan.